Nou, dan wil ik de bandbreedte gaan meten van mijn versterker. En ik heb nu een signaal aangesloten, de ingang van mijn versterker. En het beste is als ik dit signaal zo groot mogelijk op mijn oscilloscoop probeer weer te geven. Dus ik kan of de amplitude van mijn functiegenerator een beetje opkrikken. Kijk, nu past het daar precies in beeld. Wat ik ook kan doen is de i-as een beetje bijstellen, zodat die mooi in beeld komt. Nou, bij mij komt het 12 precies uit, 500 millivolt per divisie. Ik kan nu met spanningen werken, maar ik kan ook nu gewoon de hokjes gebruiken om de bandbreedte te bepalen. Dus je ziet nu dat de topwaarden, dat zijn nu 4 divisies. En het min 3 dB punt, welke spanning dat is, kan ik dan berekenen in het aantal divisies. Dat is dan 4 maal 0,707. En dan kom ik uit op 2,83 divisie. 2,83, dat is dus 1,2,83. Nou, dat is dit de streepje ongeveer. Dus ik wil nu de frequentie van gaan verhogen totdat deze top op deze hoogte komt. En dan heb ik het min 3 dB punt bepaald. Nou, je kan natuurlijk ook gewoon met de spanningen werken. Dat geeft ook hetzelfde resultaat, maar ja, dan kan je dus zeggen van ik heb nu 4 divisies maal 500 millivolt, dat is 2 volt. En 2 maal 0,707 is 1,4 volt. Ik heb 500 millivolt per divisie, dus gedeeld door 0,5 kom ik ook op 2,8 divisies uit. Dus dan, dat is gewoon hetzelfde punt, dus maakt het niet uit. Dus ik ga nu de frequentie verhogen totdat de top van de amplitude, de top van de sinus op dat punt is gekomen. Dus ik zit nu op 10, 13, 16. Ik begin al te dalen. Dus dan 46 kHz, 50 kHz. En ik ben er bijna. Kijk, nu komt het streepje er een beetje bovenuit. Dus dat streepje hier. De topwaarde komt dus precies op dat streepje uit. Dan kan ik hier eigenlijk met de frequentieteller ook al aflezen wat de bandbreedte is van mijn versterker in het hoge gebied. Maar ik kan natuurlijk ook nu gaan inzoomen. Dat is een andere methode. En dan zo groot mogelijk weergeven. Dan kan ik nauwkeuriger meten. En dan verplaats ik het signaal zodat een nuldoorgang precies op een kruising van twee lijnen komt. Dat is dan hier. En dan kan ik gaan meten wat de frequentie is van dit signaal. Dus in plaats van de frequentieteller kan ik natuurlijk ook meten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bijna 7. Dus 6, dus zal het zijn 9. 6,9 maal 2 microseconden.
maal 2 tot de macht minus 6. Dan kom ik op 13,8 microseconden. Nou, en dan de frequentie is 1 gedeeld door 13,8. En dan kom ik op 72,5 kilohertz. Dus dat komt ook weer overeen met de frequentieteller. En ik kan het nog even checken met een meting. Vertical horizontal frequency. En dan kan ik, omdat ik hier de topwaarde zie, kan ik hem misschien nog beter afstellen. Hij moest 1,4 worden. 1,4. Nou. Eigenlijk kom ik uit op 70 kilohertz. Ja, deze meting, je ziet dat hij nu niet goed meet. Er staan sterretjes, maar dat komt omdat ik nu niet genoeg data heb in beeld. Dus ik kan de tijdbasis iets verlengen en dan kijk, dan zie ik weer een goede meting. Want deze meting wordt dus gedaan aan de hand van de data op het scherm, zeg maar. Ja, en deze meting hierboven, dat is door een apart stukje hardware wordt het gedaan in de oscilloscoop. Ja, de meeste scopes hebben dat dan niet, dus dan zou je dat goed aan moeten passen. Nou, dit is dus dan de bandbreedte, 70 kHz, schrijf dan even op. En als ik dat in het lage gebied wil meten, dan kan ik natuurlijk het hetzelfde doen. Dus ik ga nu de frequentie verlagen. Dus ik zet hem eerst op 100 hertz. En dan ga ik mijn tijdbasis er even veranderen. En dan zit ik weer ongeveer op die 2 volt. En nu ga ik hem verlagen, zodat hij ook weer op hetzelfde punt uitkomt. Dat is dan weer het min 3 dB punt. Maar dan aan de lage kant. Kijk, 100 hertz. Ga ik per 10 even naar beneden. 10, 70, 40, 20, 30. 10 hertz. Even tijdbasis veranderen, zodat ik alles in een beeld heb. Dan ga ik per hertz. Ik begin het een beetje te vervormen. Nou, ik zit er nu al een beetje onder. Dus ik ga even terug. 7 hertz. Even kijken of ik dit zo kan aanpassen. Nog een beetje tweaken. Ietsje verlagen. Nou, ik ben er nu ongeveer. Een beetje lasten. Het is een beetje moeilijk met triggeren. Dan zie ik dus dat we uitkomen op 6,5 hertz. Ik zet hem even stop. En natuurlijk kunnen we dat ook weer gaan meten met de divisies. Ik zal even weer een signaal verplaatsen zodat die in een kruising komt van twee lijnen, dus in dit geval hier. En dan kan ik weer tellen. 1, 2, 3, comma. Nou, dit is hier in het midden is dan 1. Dus 3, laat zeggen 3,1. Divisie maal 50 milliseconden. Dus dat is 3,1 maal 0,05, 0,1 secondes, dus 0,155, dus 155 milliseconden, en dan 1 gedeeld door, kom ik op 6,45 hertz
als ik dus zelf meet. Dus de bandbreedte van mijn versterker die loopt dus van 6,5 hertz tot 70 kilohertz. Nou, nu is er nog wel een mogelijkheid, een andere mogelijkheid om de bandbreedte te meten. Als je een beschikking hebt over een functiegenerator met een sweepfunctie of een sweepgenerator, die dus eigenlijk speciaal ervoor gemaakt is, dan kan je een frequentiesweep doen en daarmee de bandbreedte berekenen. Het is niet echt goed geschikt voor de om de lage frequentie, min 3 dB punt van de lage frequenties te bepalen, maar aan de hoge kant kan het wel. Ik zal het even demonstreren. Ik heb nu een sweep ingesteld, die duurt 1 seconde en die laat het van 10 kHz tot 110 kHz lopen. En even kijken, ik heb hem lineair ingesteld. Hij zou ook logaritmisch kunnen, maar ik heb hem lineair, want dan kan ik hem makkelijker aflezen op mijn oscilloscoop. Nou, nu kan je hier de sweep zien op de oscilloscoop. En ik heb de tijdbasis ingesteld op 100 milliseconden per divisie. Dus, en die sweep duurde namelijk 1 seconde. Dus dan heb ik precies de hele sweep van begin tot eind op het beeldscherm. En de sweep ging van 10 kHz naar 110 kHz. Dus dit is 10 kHz. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Dat zijn precies dan 10 divisies. Het is niet heel anders namelijk om vanaf 0 hertz te beginnen. Want dat werkt niet zo heel goed. En ik kan nou hetzelfde doen als ik met een andere methode deed. Ik heb nu weer 4 divisies in het, aan deze kant. Dus waar de amplitude het grootste is. En ik kan nu weer het min 3 dB punt opzoeken. Dat was dus 2,8 divisie. En dat is ongeveer, kijken wat zal het zijn, ongeveer hier. Ik zal even met de cursor aangeven. Als dat lukt, even weg. Zoek ik weer het streepje op. Ja, dat zal ongeveer hier zijn. Denk ik 2,8, ja, ongeveer hier. Dus ga ik tellen. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ik zit hier precies op de lijn. Dus ik kom nu uit op 70 kHz. Dat is dus dit punt. Nou, ik kan het nog even ook nog controleren door in te zoomen. Ik had de oscilloscoop nu gestopt. Ik kan de positie nu even in het midden zetten. En dan ga ik inzoomen waar de cursor staat. Kijk, dan zie ik dus het signaal. En dan kan ik weer een meting doen van de frequentie. Van de tijd eigenlijk. Hè. Vanaf dit punt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,1. Ga ik het er even uitrekenen. 7,1 maal 2 microseconden
komt nu op 14,2 microseconden. Ook op 70,4 kilohertz. Dus ook nu heb ik weer dezelfde uitkomst. En dan met een andere methode.